Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto wolkenvelden boven ons land, maar er zijn ook opklaringen. Het weer komt vanaf de Noordzee en dat betekent een afwisseling van zon, wolken en lokaal een enkele bui. Het is vanochtend 15 tot 17 graden en de wind neemt toe naar matig, windkracht 3 tot 4. Vanmiddag waait de wind soms vrij krachtig aan zee, windkracht 5. Verder is opnieuw een afwisseling van zon, wolken en lokaal een enkele bui. En het wordt vanmiddag 20 graden. Vanavond blijft het droog, de temperatuur daalt naar 15 tot 16 graden en de wind draait naar het zuidwesten. En morgen staat er een flinke wind vanuit het westen, windkracht 6. Er is veel bewolking en het gaat regenen. Van het noordwesten uit trekt het regengebied naar het zuidoosten van het land. In de middag klaart het in het noorden op, maar ook dan kunnen nog een paar buien vallen en het wordt hooguit 19 graden. Maandag waait het ook stevig vanuit het westen, windkracht 7 en er vallen geregeld buien en het is ook koel met 18 graden. De dagen daarna wordt het rustiger, maar het blijft wisselvallig en koel. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.